Je noemt de lingerie van het gebak. Ja, ja, precies. Het wordt er niet lekkerder van, maar het ziet er wel beter uit. Hè? Met twee vrienden zaten we in een restaurant te eten in Limmen, een gastronoom. En daar dronken we wat meer wijn dan gemiddeld. En nou ja, ik kwam s'avonds thuis, bleek ook dat ik een restaurant gekocht had. Dus ik zeg, mevrouw, voor mij heb ik een restaurant de volgende dag gekocht. Dus het, ik denk het ook, Art, het is weer zover. En hij heeft een dwarslees gekregen van de kanker. En ik heb, dat is wel, ik heb wel, toen heb ik ook niks meer gedaan aan de zaak. Ik heb hem gewoon verzorgd. Ik ben 2 maanden thuis geweest. Hij is, het is geconstateerd op 29 april en 3 juni was hij overleden. Jezus. En hij heeft me ook verteld dat hij jaloers op me was. Dat heb ik ook in het boek geschreven, omdat ik als kind altijd al deed, ja, wat ik zin in had. Ik had er een scheid aan. En dat heb ik mijn hele leven eigenlijk gedaan. Wat banken doen nu op dat moment ook zijn, ja, allemaal. Ja, we wachten maar af. Je vindt dat banken meer moeten mee investeren en mee moeten ondernemen met ondernemers? Ja, nu zeker. Kijk, ja. Laten we naar Duitsland geld tussen olie voor je toko, als je dat niet hebt. Ja. En dan, kijk, ik denk dat we de gevolgen wat we nu al aan de gang is, dat we dat niet overzien. Dat weet ik wel zeker. In 2018 deden we een omzet van 55 miljoen euro. Dat was. En voor hoeveel verkoop je de tent dan, of is dat geheim? Dat is geheim. Oh, dat is geheim. Ik ben nog steeds aan het tellen, zeg ik altijd. Ja, het is wel veel, hè? Dat is veel. Want je staat best hoog in de quote, toch? Ik ben gezakt, geloof ik. Echt? Ja. Het is wezenlijk. Ik heb eigenlijk gewoon de pomp gevangen, echt letter gevangen. En ik heb de sleutel overgegeven. Ik heb de sleutel in een Ferrari-doosje gedaan. Het is waar gebeurd. Ik heb een spies gehouden. Tegen die man gezegd, ik zie de Ferrari in die chocoladeland gekocht. Veel plezier, dan zie je ermee. Ik heb wel aangeboden om, joh, wil je wat weten? Ja, kan je me altijd bellen? Ja. Ik heb nooit meer gehoord. Oké. Maar je hebt Ferrari gekocht ook? Nee, die had ik al. Die had ik al. Kijk, mijn leven is totaal niet veranderd sinds dat ik dat met het geld. Kijk, ik zei altijd wel het enige verschil. Kijk, vroeger had ik een geleased biefstuk. Ja. Nou, ik heb een eigen biefstuk, maar ik heb een nieuwtje voor je. Hij ruikt hetzelfde, hoor, de pot. Het is net zo erg. Dus dat heeft geen zin. Dus kijk, ik heb er altijd goed voor geleden. Ik heb altijd een prima leven gehad. Ja. Er zijn geen, ik heb ook niet naar huis bijgekocht. Of dat zijn mijn dingen niet. Ik ben samen met mijn zoons gewoon leuke dingen aan het doen. Aan het ondernemen. Leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video op 7D-TV. En als je luistert naar onze podcast, ook van harte welkom. Hij werd door Sander Schimmelpennink de leukste ondernemer en meest inspirerende ondernemer uit de Quote 500 genoemd. Dus ik denk, nou, dan moet hij maar eens op 7D komen. En hij is bij mij nu, Arthur Dontje. Van harte welkom, Arthur. Dank je wel. Ja, we hebben er eigenlijk al een heel interview op zitten. Want we zitten al een half uur te kletsen. Dus laten we maar eens beginnen bij het begin. Er was een aanleiding, want er is een boek, hè? Ja. Heb je die zelf geschreven? Nee, ik heb niet zelf geschreven, Linde van het Land heeft voor mij geschreven. Die ken ik al jaren. Ja. En die heeft 9 jaar achter me aangelopen om een boek voor mij te schrijven. Want die is een keer met mij mee geweest naar het nieuwe bedrijf in Vietnam, van Dobla. Ja. En dan hadden een prachtige, in feite wat ik daar heb aangetoond, dat je gewoon, we hielpen de boeren, 421 boeren. We hadden een weeshuis waar we geld aan gaven en kinderopleiding gaven. Ja. Daarnaast hebben we een school gebouwd. Daar was ik heel trots op. Een patisserie school. Er kwamen 3000 leerlingen. En we hadden een prachtige fabriek neergezet waar de mensen goed behandeld werden. En toen was er zo onder de indruk van. Want het kan dus toch wel. Het is niet alleen maar halen, maar ook brengen. Dus die mensen zijn er natuurlijk van beter. Waar waren die leerlingen voor? Die gingen weer naar de Marriott Hotel of het Hilton Hotel. Die hadden helemaal een baan. Dus dat is eigenlijk wel heel gaaf wat we hebben gedaan. En daar was er zo onder de indruk van. En ze wilden ze een boek schrijven. Nou, dat was nog wel een probleem. Ik denk, ik noem het altijd de pussy album van jezelf. Dat heb ik dan. Ja, dat heeft iets engs, hè? Ja, dus. Maar op een gegeven moment toen hadden we toch een format bedacht. En dat zie je met het boek. Een heel gaaf boek geworden. Groot heet het. Met heel veel illustraties erin. Dus meestal als je een biografie hebt gelezen, staat op de achterzijde nog wat foto's. Dan weet je begon niet meer wat het over gaat. Ja. En daarnaast hebben wij filmpjes erbij. Dus ik haal daar items aan. Dus visie en plan of internationalisatie. Dat haal ik dan voor. Dat bespreek ik met hem. Ja. Maar dat doe ik dan met Sander Schimmelpennink op mijn zeilboot. Ja. En dan word ik geïnterviewd. Dus ik heb een item in het boek. Dus het is niet allemaal jaartallen achter elkaar. Maar een item eruit. En dat wordt verder belicht. En dan zie je mezelf live op tv. Ik kan je vertellen, ik heb nu al echt wel heel leuke reacties. Ja. En mijn seminar loopt ook behoorlijk vol. Ik moet in april. Seminar? Wat ga je doen dan? Ja, ik ga een seminar schrijven, ja. Over? Ondernemen? Over ondernemen. Ja, wat dat doe ik dan met 3 man, hoor. Ik ga niet alleen, ik ben geen Joep van het Hek, want zo grappig ben ik ook weer niet. Nee. Maar dat doe ik met eigenlijk 2 mensen die heel goed bij mij gewerkt hebben. Dat is mijn CEO Ruud Admiraal. Ja.
Die gaat het hebben over, zeg maar, structureren in een zaak. Want op een gegeven moment in 2010 heb ik besloten om ons te gaan verkopen. Ja. Maar dan moet je andere mensen binnenhalen. Dan kan je niet meer met. Dan moet je gewoon gaan professionaliseren. En die man heb ik bereid gevonden om daar mee te doen. De structuur, dat is dat niet jouw ding, zeg maar? Jawel, ik denk wel in structuren. Maar ja, structuren, kijk, als je natuurlijk gaat beginnen. Kijk, je hebt wel mijn ideeën hoe het nou moet. Kijk. Je kan eigenlijk heel makkelijk zeggen van hoe ga je nou een bedrijf beginnen? Je hebt een plannetje en dan ga je beginnen. Maar het, ja, ik zeg altijd, je bent een kapitein en je zet een stip aan de horizon. En dan ga je weg. En zeg, daar weet je weet dus dat je daar naartoe moet. Maar ja, wat kom je onderweg tegen? De wind valt weg. Ja. Een zandbankie. Ja. Komt de boot tegen. Ja. Ja, nou, ga je allemaal dingen meemaken. Dus moet je dus toch weer veranderen. Hm. Nou, dat is het ondernemerschap. Daarna ga je... De volgende stap ga je in een organisatiefase. Hè? Dus pioniersfase, organisatiefase. Ja, dan komen er andere mensen aan boord. Het grote probleem is in feite dat bedrijven als Dobla, die iets te klein zijn dan, de toppers, die willen daar niet werken. Die willen toch weer bij de grotere bedrijven zitten. Ja. En dat is best wel moeilijk, want je moet daar doorheen zien te komen en dan komen de toppers binnen. Ja, op een gegeven moment dan een bepaalde grootte. We zaten met een bedrijf in België. Atlanta in Amerika, we zaten in Vietnam. Ja, dan worden we natuurlijk heel veel jonge lui wat zeer inspirerend is. Die kwamen er allemaal bij. Dus maar wat jij zegt is, je hebt in 2010 eigenlijk de plannen al gemaakt om het bedrijf te verkopen. En uiteindelijk in 2018 is dat gebeurd. Duurt dat altijd 8 jaar? Nou ja, kijk, ik heb dat... wat ik wilde is in feite eigenlijk alles klaarmaken tot in de puntjes. Wat houdt dat in? Je hebt A, met mensen te maken. Ik heb natuurlijk ook oudere werknemers hier en die wil ik op een nette manier achterlaten. Ja. Dat is voor mij stap 1. Stap 2, de logica van mij is niet de logica van iedereen. Dus dan moet je met gestandardiseerde pakketten gaan werken. Wij werken met SAP. Dat is een hele grote operatie om dat voor elkaar te krijgen. Ja. Daarnaast is een heel raar verhaal. Het bedrijf waar ik in begonnen ben na de brand in Heergewaard, heb ik gesloten. Dus productie heb ik gesloten. Ik had daar nog wel mijn kantoor, mijn R&D en marketing zitten. Dus ik heb eigenlijk... Nederland gesloten en ik heb Vietnam heb ik geopend. En Amerika hebben we rechtgezet. Ja, ze hebben alles gewoon, ja, dat je het goed kan leiden voor een nieuwe eigenaar. Nee. Nou, dus we hebben dat eigenlijk heel strak gezet. Maar dat deed ik met Ruud Admiraal, die bij grote bedrijven had gezeten. Willem Klinkenberg. Nou, Willem Klinkenberg kwam bij Unilever en CSM vandaan. Ja, die man weet natuurlijk helemaal van structuren. Ja. Die heb ik binnengehaald in 2013. Gewoon eerlijk en fair, de omzet bleef 3 jaar gewoon plakken. Weet je, die ging me niet omhoog. Dat bleef maar eromheen hangen. We waren zelfs in 2011 wereldkampioen geworden. En dan gaat die omzet niet omhoog. Nou, toen hebben we William, die kon ik, uit een andere hoedanigheid. En die heb ik gevraagd om mij te helpen. Ja, en die kwam met een heel ander plan. Kijk, ik praat als een jongen die van de straat die heel veel goed kan verkopen. Maar dan praat je met HBO's en die wil gewoon nog een andere benadering hebben. Ja, en dat moet je goed begrijpen. En dat, ja, hij begreep dat als geen ander. Echt als geen ander. Dat is echt top. Hey, laten we eens helemaal bij het begin beginnen. Want de mensen die nu zitten kijken en die de context missen. Het bedrijf is ooit gestart door jouw vader, hè? Ja, vader en moeder. Vader en moeder samen. Ja, de naam Dobla is Dontje Blank. Dontje was mijn vader, Blank was mijn moeder. Mijn moeder heeft wat meer letters, die hebben harder gewerkt. Ja, dus, maar ze staat wel op de tweede plek. Ze staat wel op de tweede plek. Ja, Dobla. Weet je goed gezien. Ja. Maar ze zijn begonnen als bakker. Een klein bakkerswinkeltje. Ja. 500 gulden geleend van de plaatselijke kruidenier om dat van de grond te krijgen. Ze hebben elkaar ontmoet op de meelfabriek. Mijn moeder zat op kantoor. Mijn vader was vertegenwoordiger. Ja. En zo hebben ze elkaar, zijn ze begonnen. En daarna zei mijn vader was niet zo erg bakkerig achter, want dat vond hij maar 3 keer niks. Dus op een gegeven moment is hij groothandelaar en agent. Agentuur had hij. En toen heeft hij in een woonhuis met een garage erbij. Ja, verkochten we spijs, rozijnen, krenten, meel. Aan de bakkers. Ja, ja. Aan de bakkers. Hij is gewoon in de keten, is hij 1 stapje... Je moet het eigenlijk zo zien. Dat deed hij vanaf de Helder, de Haarlem, Amsterdam. Toen de tijd Alkmaar, de Helder. Later was Beverwijk, dat was bijna export, zeggen we dan maar. Ja. En daar waren we eigenlijk heel groot in. Dat was een behoorlijk bedrijf. En in de 80 jaar zijn we eigenlijk die chocolade gegaan. Dat was een handeltje wat hij erbij ging doen. Ja. En dan moet je dan voorstellen, dat verkocht hij aan zijn collega's.
Dus had hij weer collega's in Nederland, andere grossiers, en daar verkocht hij zijn spulletjes aan. En dan is chocola in de zin van, zeg maar, chocola wat op taarten en zo zit, ja, toch? Alleen met chocolade decoraties. Je noemt dat de lingerie van de... Ik noem de lingerie van het gebak. Ja, 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 precies. Het wordt er niet lekkerder van, maar het ziet er wel beter uit, hè? Ja, precies. Ja. En wanneer kom jij in beeld als, zeg maar, overnamekandidaat? Nou, zeg maar, ik, ik was op school was niet, was dan, nou, niet de beste van de klas. Nee. Meer een drama. Ja. En, dus op een gegeven moment... Zei op paar, kom maar werken. Nee, ja, op een gegeven moment kon mijn vader geen chauffeurs meer krijgen. Dat was eigenlijk het hele grote probleem. De chauffeurs werden gewoon gekocht van de vrachtwagen. Als iemand langskwam, wat verdien je? Ik krijg mijn tientje meer. Nou, dat soort flauwekul. Op een gegeven moment had hij dus niemand meer. En toen zei hij, ja, moet jij maar doen. Dus ben ik gewoon nog een busje begonnen. En ja, handel weer brengen. Kijk, er zit hier een grote vent voor de tv. Ja. Ja, dat is niet gekomen van de bodybuilder, hoor. Dat is echt van mailbalen sjouwen. Dus, ja, en dan heb ik jaren gedaan. Echt, ja, en mijn vader, die maakte dan, moest ik klanten bezoeken, hè? Pionier heette dat. Nou, als sales. Ja, dat is verschrikkelijk. Als je een vreselijke baan hebt. Gewoon canvassen gewoon. Oh man, dan moest je in een winkel binnenstappen en dan, goedemorgen, ik maak een doontje. En dan, ja, van Dobla. En ja, dan deed ik vroeger nog eens bakker Pietersen er nog, weet je wel. Dat, ja, nou, dat heb ik ook een keer gehad toen. Dus ik kwam binnen met, als ik vol enthousiast ben, en ik zeg, ja, is bakker Pieters er? In ene, die zei van, begon het huilen. Ik denk, wat is dit nou, joh? Was die man net 2 dagen overleden. Nou ja, de volgende keer zei ik, is er iemand aanwezig aan de inkoop? Dat is zo goochelmooi dan wel. Maar het was wel een leuke tijd. Ik heb er veel van geleerd. Ja. Want het komt anders over dat ik het niet leuk vond. Het was hard werken. Dus je moest morgens terug beginnen met die bakkers. En het is natuurlijk een heel ander vak. Maar ik vond het zelf niet onderscheidend. Daar heb ik heel veel problemen mee. Dus de prijs is eigenlijk het onderscheidende middel. Nou, en ja. Dan, ja. Dus je deed alles eraan om een klant te krijgen. Dus met andere woorden, ik had, kun je rustig vertellen, we deden trouwerijen, we deden verhuizingen. Je had bakkers die hadden op een gegeven moment een klant als Albert Heijn, hadden ze geen vrachtwagentje, deed ik dat op vrijdagochtend, want dan konden ze die vervoeren. Je haalde alles aan de hand om je klant te behouden. Ja. Ik ben een grote fan van David Bowie. Dat is voor mij een topartiest. Nou, dan zat ik klaar om naar dat concert te gaan. En dan belde een bakker op uit Den Helder. En die moest 2 balen zout hebben. En dan was het gewoon helaas binnenkaars. Dan ging gewoon naar Den Helder. En niet naar Rotterdam. Tering. En ja, daar deed je echt de vest eroverheen. Maar ja, het hebben we toch iets gebracht. Hey, en wanneer heb jij het bedrijf, zeg maar, overgenomen? Hoe oud was jij toen? 81, 22 jaar. Toen ben, 22 jaar. Ben ik eigenlijk drie helemaal ingegaan. En ja, pa, die kwam er wel. Elke dag kwam hij. Deed hij de banken Giro. En klaagde altijd over de rekening dat ze steeds hoger werden. Maar ja, voor deze heeft weer omzet. Ja, dus want hoe vrij kun je dan ondernemen als pa, je zegt van, ik doe de banken Giro, maar hij loopt er gewoon elke dag rond. Nee, dat gaat niet. Je nee, moet je luisteren. Dat is natuurlijk, dat familiebedrijf wordt natuurlijk allemaal opgehemeld. Ja. Je moet je luisteren. Je ouders bepalen wat er gebeurt. En op een gegeven moment moet dat een keer overgaan. Ja, maar ga jij weer tegen... Ja, ik heb het in 1991 meegemaakt. En tegen mijn moeder zei, ik verkoop de groothandel. Want lieve mensen hebben gewoon een maand zitten huilen. Och. Ja, want dat was hun bedrijf. Ja, dat was veel emotioneel wat ik nu heb gedaan. En ja, dus wij hadden die groothandel. En ik zat daarin. En mijn vader verkocht alleen maar dingen wat hij poen aan verdiende. Maar je moet ook gist, je moet ook slagroom verkopen. Dus versproducten. Ja, daar verdien je niks aan. Nul. En dat wilde mijn vader niet, maar ik deed het wel. Nou, dat zo. En dan krijg je meer klanten, krijg je meer omzet. Ja, ik was er ook feller op. Dus dat ging eigenlijk hartstikke goed. Die groothandel, dat was wel heel grappig. Ik kon in die jaren lid worden van Baktotaal. Dat was een organisatie in Nederland van 2 grossiersorganisaties. Samengevoegd heette dat Baktotaal. En daar mochten wij eigenlijk geen lid van worden. We waren te klein. Dat was gewoon een te kleine organisatie. Nou, dat irriteerde me wel mateloos, want we waren dan, nou, dat zal lekker wezen. En toen, toen ik het verkocht in 1991, was ik derde van Nederland. Dus ik heb wel gas opgegeven. Ja, ja, ja. Dus dat is eigenlijk best wel leuk. En ja, in zo'n organisatie, dan zag je natuurlijk ook, het moesten allemaal kinderen komen die gestudeerd hadden. Dus een HBO-opleiding of een universitaire opleiding, die kwam in een groothandel. Maar dat werkt helemaal niet. Nee. Dus die jongens hebben het gewoon al dan keuzes gemaakt. Dat kijk je met de straatvechter of niet? En wanneer heb jij, want jouw vader is overleden, hè? Ja, in 88. In 88. En hoe was, ja, dat is misschien een hele persoonlijke vraag, maar hoe was dat afscheid, zeg maar? Heb jij hem nog, heeft hij jou nog iets meegegeven wat je met het bedrijf... Ja, eigenlijk, het is een... op een gegeven moment in 87 zag ik hem wel, op 86 hadden we een opening. Toen zag, weet je, tijdens de opening, we hadden een pand in chocola en toen een nieuw pand in groothandel. En in 86 stond hij naast me en toen zag ik één dat hij heel oud wordt, want je ziet iemand dagelijks.
En dan werd hij heel paniekerig. Ja, wie is dat? Weet je, die kwam iemand binnen, dan wist hij niet wie het was. Ja. Ja, ik zei, ik heb die verder nooit gezien, een geintje, weet je. Ja. Nou, wauw, Lange, dat vind ik ook niet leuk, weet je. Dus nou, dan was dan Pietje, Bakker Pietje. En dan deed hij net als hij kon. Ja. Ja. Nou, dus toen werd hij echt ouwe. Ja, de dokter ging niet. Hij rookte vrij veel. Hij dronk nog eens een biertje te veel. Dus nou, fijn, in 88. Je ziet aan mij, hier heb ik een deuk. Ik heb een keer een ponyongelukje gehad. Dus ik ben behandeld in Houston in Amerika in 88. En dat, want mijn linker oog werd ook minder. En toen heb ik een behandeling gehad. En dat kon goed aflopen of verkeerd aflopen. De verkeerde aflopen wil zeggen dat je dus voor je leven niks meer zag. Dus dat probleem had ik. Maar ik had niet gezegd. Ik heb geld in mijn zak gestoken, ik ben erheen gegaan. Ik heb cash betaald en ik ben behandeld en ik kwam beter kijkend terug. En toen schrok ik eigenlijk, het is een heel maf verhaal. Maar vroeger vloog je via Londen, hè, omdat dat dan goedkoper was. Hè. We vliegen nu voor niks naar Amerika. Ja. Maar toen kostte dat 3000 gulden. En als je dan via Londen ging, ging je 2600 gulden. Dus, maar dan waren we weer te laat, weet ik veel. Dus mijn koffer kwam wel op Schiphol aan. Maar Artje was niet naar mijn vader al in paniek. Toen moest hij naar Rotterdam toe. Ja, en dan kom je op het vliegveld aan en dan zie je je vader in een. Ik denk, wat is daarmee aan de hand? Dat was net een man van 80 geworden, weet je. Die was van in een paar weken tijd helemaal verteerd. En toen zaten we s'avonds bij elkaar, met z'n tweeën. En toen zit hij op een gegeven moment, hij noemde me vroeger Langer. Want ik was vroeger, ik ben nog lang, maar ik bedoel, het was nog lang. En toen zit hij, Langer, ik zag al doen mijn hoeven op z'n allemaal. Ik zei, doe je hoeven? Ja, hij zegt zo, ik heb altijd wat door mijn benen. Ik zeg, wat is er aan de hand dan? Ja, dat wist hij ook niet. Dus ging je lopen, dan zie je eigen vader door zijn knieën heen zakken. Ik denk, dat weet ik ook niet. Dus op een gegeven moment naar de dokter gegaan. Nou ja, om een lang verhaal kort te maken, was natuurlijk helemaal foute boel. En hij heeft een dwarslees gekregen van de kanker. En ik heb, dat is wel, ik heb wel, toen heb ik ook niks meer gedaan op de zaken. Ik heb hem gewoon verzorgd. Ik ben 2 maanden thuis geweest. Het is geconstateerd op 29 april en 3 juni was hij overleden. Jezus. Ja, en ik heb dat hele proces meegemaakt. Ik moet er wel bij zeggen dat voor het afscheid is al, ja, dat is wel een rijkdom om dat mee te mogen maken. Ja. We hebben ook verhalen gehad. Hij mocht niet meer roken. Nou, dat had toch een zaak meer, rookte maar aan. En dan gingen we s'nachts stiekem roken met z'n tweeën. Ja, en dan, ja. En dan nou, er kwamen verhalen uit. Die verhalen neem ik niet mee, maar die kan ik niet vertellen. Dus dat zijn verhalen. Je hebt wel heel veel dingen met elkaar gedeeld. Mm. En hij heeft me ook verteld dat hij jaloers op me was. Dat heb ik ook in het boek geschreven. Omdat ik als kind altijd al deed wat ik zin in had. Ik had er een scheid aan. En dat heb ik mijn hele leven eigenlijk gedaan. En dat, had hij wel meer? Hij was meer van, oké, dat kan je niet maken. Dan kan je niet. En ik had er lak aan. Ik denk, nou, bekijk het maar. Dus ja, dan valt hij weg. En dan is dat natuurlijk een heel groot gemis. Ja. Wat was je... Het is je vader, het is je vijand, het is je vriend, het is je familie. Dus er zitten heel veel aspecten in. Het was geen makkelijke man, maar wel een ongelooflijk goede strateeg. Weet je, hij was super slim in zijn kerel. Ik kon ook heel goed dammen en anders zulke grapjes, dat kon hij wel. Ja, ik deed niet mee, want ik had niet tegen hem verlies. Dus, Wanneer kwam de brand? Nou ja, toen was ik 88 bij. Nee, daarna. Mijn pa die was overleden en toen kregen we een paar dingen erachteraan. En ja, in 16 november 1989 brandde die chocoladefrikant. Een jaar daarna? Ja. Ja, daar sta je echt. Wat ik ook zeg, kijk, dat denk ik dat het boek nu ook bijdraagt. Je staat gewoon in je blote kont, je hebt niks meer. Je bent los. Ik had net verkeering met mijn vrouw. Ik had gezegd: van, nou ja, het gaat hartstikke goed, ik moet je zwaar weer te werken. Maar een maand later hadden we geen kraak meer, we waren gewoon los. En ben ik aan dat... En te groot gebouwd natuurlijk. Ja, ik ging natuurlijk alles weer groots doen. Daarmee is het boek al groot. Ja. En een plan gemaakt. Maar toen heb ik iets heel aparts gedaan. Ik ben toen thuis gaan zitten. En dat doen heel veel ondernemers niet. Ga nou eens een week nadenken. Bestaat jouw bedrijf? Is dat dan wel over 3 jaar bestaat dat dan wel? Mm. En dat is best wel heel triest om dat te doen. En ik kwam erachter, simpel, dat ik zeg, joh, ik schreef alle bakkers op die bij ons land waren. En zat er een opvolger in, was een locatie. En dat hoef je helemaal geen bureau voor te hebben. Kan je allemaal zelf doen, een beetje gezond verstand, kom je ver. Ja. En wat ik niet wist, weet je wel, eerlijk, dan stapte ik zondag op de motor, dan herken je me niet. En dan keek ik even de straten, keek naar de kentekens. En ik dacht, dit gaat hier ook niet goed. Je kijkt naar wat voor de ramen wat er staat. Er alleen maar oude troep staat. Ja. Maar oude mensen, ja, die verteren niet veel. Ja. Dan is zo'n bakkerij uit de dood opgeschreven. En helaas, 25% van mijn klanten zou binnen 5 jaar stoppen.
En ik heb gelijk gekregen. Ben ik niet trots op, maar dat is wel... ja. En dan moet je een plan maken en dan kan je met niemand overleggen. Hè? Ja, want ik zeg, je kan nooit eerlijk rijk worden, dan ben je eigenlijk oneerlijk naar je mensen. Je kan niet zeggen, joh, stop ermee. Ja. Dan moet je alles verzwijgen en dan moet je dat boeltje op gaan tuigen voor de verkoop. En ik heb het verkocht aan mijn organisatie waar ik lid van was. Maar je hebt eigenlijk die brand, was dat dan ook een soort zeg maar, een momentum van inzicht naar de toekomst toe? Ja, nou, je moet het zo zien. Kijk, er zijn altijd waar ligt mijn kracht als ondernemer. Als het misgaat, ben ik eigenlijk beter als de rest. Ja. En dat is een gegeven, dat weet ik van mezelf. En dat, ja, op een gegeven moment ga je echt nadenken over de toekomst. Dat doe je eigenlijk niet. Je doet elke dag doe je hetzelfde. Ja. Dan zeggen we als er mensen schijnen als... We hebben ooit een bakker Grauwman uit Zaandam ooit helemaal gezet. Hij is artsen, schrijft 14 dagen op wat je nou echt elke dag doet. Ja. Nou, als je het doet, je schrik je helemaal dood. Je bent zo'n gewoonte dier, want je doet altijd hetzelfde. Ja. Nou, en dan moet je uit je comfortzone. Hè. Dat is natuurlijk het moderne woord tegenwoordig. Maar ja, en dan ga je zeggen, jongens, ik ga niet meer naar de bakker in Zaandam. Nee, ik ga naar klanten in België. Dan begin je mee in Duitsland en dan ga je verder. Zo reis je langzamerhand door Europa. Ja, ik heb natuurlijk 94 landen bezocht. Ja, dat is natuurlijk heel veel. In 63 landen hebben we export. Dus dat is niet niks. Want uiteindelijk heb je dat bedrijf, zeg maar, op... Want waar is je moeder in deze, zeg maar? Nee, moeder G leeft er nog. En moeder G was, die is op kantoor. Hè? Moeder G die is op kantoor. En moeder was een zeer aanwezige tante. En heel leuk. Ze kon ongelooflijk hard uit de hoek komen. Ja. Heel veel vertegenwoordigers vroeger van de groothandel, die van fabrikanten, weet je wel, die kwamen bij ons langs. Nou, die waren bang voor moeder G, hoor. Die waren echt, als moeder G wat zei, die had een scherpe tong, dan... Maar die heeft de klap van de man en de brand en alles, dat heeft zij een soort van... Ja, ze hadden sterk karakter. Mm. Ze zei altijd nooit klagen, maar dragen. En hele harde werken. Die vrouw, ik ken geen vrouw in mijn leven die zo hard gewerkt heeft. Hey, en in 2018, toen heb je bedrijf verkocht. Wat stond er toen voor een bedrijf? Cijfer het eens even. Wat stond er toen? Wat verkocht je? Wat was de omzet? Om een idee te geven, ik ben begonnen met een omzet. Ik heb die tent en alles opgezet voor 17 miljoen gulden. Met een omzetje van 1,2 miljoen gulden. Dus dan moet je uitleggen hoe groot de ellende was. Ik heb mijn groothandel verkocht. Daar kwam geld voor binnen. Toen kon ik had ik weer een beetje lucht in 1991. En toen zijn we gaan stapje voor stapje vooruit gegaan. In 1992, kan ik je wel vertellen, 2000, of 98, denk ik, een omzet van 10 miljoen gulden. Ja. Dat was een mijlpaal natuurlijk. Ja. Ja, en dan ga je verder. En toen hebben we eigenlijk wat mijn droom was, eigenlijk over de wereld op productiebedrijven inzetten. En 24 uur productie, en daarnaast 24 uur verkoop. 24 uur inkoop, ja, dat was mijn grote droom. Nou, en de andere kant had ik een boek gelezen van een ondernemer die had gezegd, joh, je moet allemaal kleine units maken. En dat merkte ik ook, hoe groter het bedrijf werd, de besluitvorming werd steeds beroerder. Wordt die Edgar Witkens of Wickens? Ja, dat is echt een waanzinnig boekje. Dat is ook weer zo'n boek. 50 man en dan splitsen. Ja, dan, ja. Nou, dat is eigenlijk wat ik ook heb gedaan. Ik heb eigenlijk gezegd, jongens, we zijn niet door alles maar uit Nederland gedaan. Nou, toen hebben we dus... ik ben in België begonnen. In 1998 heb ik een bedrijf bijgekocht. Ik heb dus 2 jaar lopen klungelen om boven Jan te komen. Nou, dat is toen gelukt door een Franse klant. En daarna in 1998 heb ik België erbij gekocht. Dat was Jolly Decor. En daar waren we nog suikergoed. Nou, dat was de slechtste overname die ik ooit in mijn leven heb gedaan. Want het was allemaal suikergoed. Niemand wil die troep hebben. Maar ik dacht het geweldig was. Maar ja, dat was een... Je zat wel in België en het was de eerste ervaring met je leven om buitenlands te ondernemen. Ja. Wij denken natuurlijk, die Belgen verstaan ons allemaal, die mensen verstaan je niet. Die mensen vinden je ook niet leuk, je bent een diknek. Klaar. Ja. Nou, op een gegeven moment heb ik dat weer aan de reutel gekregen. Dat ging ook weer lopen. En in 2004 heb ik met een verdrag van een ritsverdrag, dat was met een Amerikaan, een importeur van mij in Atlanta, Mike Clever. En toen hebben we een productie opgezet in Amerika. Dus hij importeerde mijn spul, maar toen een productie. Geen marktonderzoek, helemaal niks. Gewoon had zij een pand huren, machine erin klappen en gaan met die banaan. Nou, 2 jaar lopen rotzooi dat het niet ging. Ja. Nou, toen knikken de dollar in elkaar, wat we nu ook hebben. Dan is eigenlijk voor exporterende bedrijven is dat een ramp. Want dan krijg je, de dollar nu is 1,20. Ja, dan krijg je 20% minder voor je product. Nou, dat kan natuurlijk niet. Ja. Dus bij concurrenten belden me op. Arthur, kan jij voor mij niet even schaafsel maken? Dingen. Nou, dat komt. Bij mij kan alles. Handel is handel. Dus toen kreeg ik weer benen onder het lijf.
En toen was een belangrijke man in mijn bedrijf was Erik Akerbeen. Dat is een jongen die eigenlijk stagiaire bij mij begonnen is. En die jongen die was ongelooflijk goed in marketing en branding. En ik was meer een beetje de straatverkoper of elke handel, als mijn handel hadden. En hij zei, nee, we moeten echt een merk gaan bouwen. En hij heeft echt dat merkbeeld, dat soort dingen neergezet. En toen zegt hij op een gegeven moment in de vergadering, en dat is best wel gevaarlijk als je dat durft. Goh, al die handel die verkopen is zo oudbollig, het ziet er eigenlijk niet meer uit. Ja. Nou, dat is een beetje link. Want, iemand denkt dat hij geweldig is. Nou, dat was dus echt waardeloos. Dus ja, afijn. Ik dat hele verhaal was eerst pissed off. Maar ja, op een gegeven moment denk ik, ja, misschien wel gelijk. Toen hebben we een container naar binnen gehaald van chocolate à la carte uit Amerika vandaan. Met prachtige zwaantjes. Echt niet normaal mooi product. Iedereen sprak er ook over, vond dat geweldig. En dit is typisch Nederlands. Goh, wat mooi. Wat kost het? Laat me zitten. Nou, dus dat werd geen succes. Maar ik had wel de message te pakken, weet je wel. Mm-hmm. Nou, toen heb ik een... Met twee vrienden zaten we in een restaurant te eten in Limmen, een gastronoom. En daar dronken we wat meer wijn dan gemiddeld. En nou ja, ik kwam s'avonds thuis, bleek ook dat ik een restaurant gekocht had. Dus ik zeg, mevrouw, voor mij heb ik een restaurant de volgende dag gekocht. Dus ik denk het ook hard, het is weer zover. Nou, lang verhaal kort te maken, daar hebben we een winkel gezet. En daar ze hebben een high tea tent van gemaakt. En dat liep hartstikke leuk. Limmen Lodge heette dat. En de helft van de keuken hebben we daar weer... En zijn we daar met chocola begonnen. Met hele mooie, fijne dingen te maken. Nou, daar deden we 3 ton in. Ging ook hartstikke goed. Maar dan was het tonnetje achteraan. Dus was het niet goed. Dat is niet alles succes. De omzet is niet alles. Nee, niet alles. Hè. Daar leer je ook weer van. Ja. Nou, maar we hadden wel de experience. Ja. Toen verkocht ik het, zonder dat ze het wist, aan de buurman. Die stond al op te meten. En Jol zegt, mijn vrouw zegt, Ted, wat ben je aan het doen? Nou, zegt Ted, ik ga hier 1 januari in. Oh, nou, die wist over niks. Dus ik kom zo oud thuis en zei, Arte, hoe zit het met dat pand? Oh ja, ben ik vergeten te zeggen. Dat is verkocht. Dus afijn, dat ding is verkocht. En die productie is naar Heerengewaard gegaan. Ja. Nou, er kon natuurlijk nog een knaker verdiend worden. Dat was één drama. En toen hebben we, toen zijn we de volgende stap gaan doen. Toen zeiden we, ja, wat moeten we nu? Nou, toen hebben we... Een adviseur van mij, Roy Steeman, die heeft een plan bedacht in Azië. Nou, daar hebben we alle fabrieken en dingen verzocht. Nou, daar kan ik nog 3 boeken over schrijven. Dan lag je helemaal in een deuk wat je allemaal meegemaakt hebt. Dus hebben we heel veel dingen afgereisd. Door Erik Akerbeen, die had een kennis in Vietnam. En die maakte daar chocolade. En die zit eigenlijk best wel interessant om land op te investeren. De chauffeur van mijn racingteam, die zijn broer, die woont in Vietnam. En die man, ja, je gaat over, daar gaat het helemaal ingewikkeld worden. Die man maakte vroeger mijn kartmotoren, want ik ben een kartgek, klaar voor de racerij. En die is met een Vietnamese vrouw getrouwd. En ja, zo is dat eigenlijk ontstaan. Dus hij gaat mee, want die chauffeur die sprak, sprak gewoon Engels, dus die nam ik me mee. En zo kwam ik Jan van Velsen, moet je indenken, na 30, 40 jaar terug, tegen... En ja, daar heb ik eigenlijk de vraag aan gesteld. Joh, zou jij me niet willen helpen? Nou, dat is in... om nou heel raar voor het idee te geven. Dat was in 2008. Dus de hele boel stond in de brand. Lehman Brothers, alsnog. En meneer Dontje gaat weer wat beginnen. In Vietnam. In Vietnam, een geweldig land. Overstromingen, weet ik het allemaal, toestanden. Nou, afijn. Daar heb ik een man aangenomen, meneer Sun. Samen met Jan. En zo zijn we, Jan en Chi, dat zijn die mensen in Vietnam, dus Jan van Velsen en Chi van Velsen. Ze zijn al 13 jaar in Nederland gewoond, dat scheelde een heel stuk. Dus ze begreep de Nederlandse mentaliteit. Ja, ja. HCCP, BRC, al die dingen meteen erin brengen, want je moet het natuurlijk heel goed doen, want ja, het is toch een onderontwikkeld land. Helemaal opgezet en we hebben meneer Sun erbij en ja, met 26 meiden op een school een klaslokaal laten knappen. En dat klaslokaal hebben we dus die meiden les gegeven. Nou. Een idee te geven, Vietnamese vrouwen in Vietnam, even laten we dat zeggen, in Vietnam, ze zitten niet in de wc-bril, maar die staan op de wc-bril. Dus dat soort dingen moet je toch een beetje afleren, want dat wordt een rommeltje. Die staan op de wc-bril? Ja. Ja, dat is echt op een hurken. Op een hurken. Ja. Nou, afijn, dat hele verhaal is nu, dus we hebben dat planning gemaakt. Ja. Toen hebben we legals gedaan. Daar ben je toch wel 8 maanden mee bezig. Hè? Ja. Dat is echt een probleem. Dat moet eigenlijk iedereen die ondernemer gaat in het buitenland heel goed voor elkaar maken. Jongens, en niet met een plaats boekhoudertje. En niet met een plaats advocaatje. Jongens, doe het niet, want je gaat naar de kloten. Ja. Zelfs in België. Hm. Nou, dat hadden we helemaal goed in elkaar getimmerd. Toen hebben we grond gekocht. Dan sta je in je eentje op een berg. Een heuveltje.
En wij gaan als de dood van men in slangen en ratten. Nou, daar wemelt het van. En ja, dan moet je toch een besluit nemen. Doe ik het nou wel of doe ik het niet? Ja. En dan kan je iedereen bellen, weet je wel. Je vader leeft niet meer. Moeders leeft het nog wel, maar ja, die weet het ook niet meer. Die zat niet meer in de zaak. Ja, dan moet je toch weer je eentje dat moet doen. Nou, dan heb ik toch gezegd, ja, we gaan ervoor. Hoppen de pop. En toen ben ik met geld van FMO, dat is een bank uit Den Haag vandaan. Want het is vreselijk moeilijk om een buitenlands bedrijf te financieren. Ja. We hebben natuurlijk heel veel reclames gezien van onze bankiers. Ja. We gaan nu helpen dit, we gaan nu helpen dat. Internationaal ondernemen, blablabla. Jongens, met alle respect voor allemaal, het is helemaal niks. Echt drie keer waardeloos. De laatste financiering in Vietnam van een pand. En dat pand was vrij, maar je voordeel, want bij FMO kan je geld lenen ter een hogere tarief. Dat is voor 51% van de staat en 49% van de banken. Moet je in 7 jaar terugbetalen. Dat had ik terugbetaald. En dan ging weer een stuk aanbouwen. Nou, dan heb je toch een basis om te zeggen, jongens, ik kan het geld lenen. Niet. Geen cent. Nee. Ik heb een RC gekregen via Bank de Paris. Echt? Ja, echt. Het is uiterst schandalig voor woorden, maar het is gewoon echt de waarheid. Ja. Dat is nu ook wat nu killing is voor het hele gebeuren. Want banken doen nu op dat moment ook zijn, ja, allemaal... Ja, we wachten maar af. Je vindt dat banken meer moeten mee investeren en mee moeten ondernemen met ondernemers? Ja, nu zeker. Kijk, ja. Laten we naar Duits zeggen, geld is olie voor je toko als je dat niet hebt. Ja. En dan, kijk, ik denk dat we de gevolgen wat we nu al aan de gang is, dat we dat niet overzien. Dat weet ik wel zeker. Ja. Kijk, ik heb natuurlijk zelf ook meegemaakt met tekort geld, ja, liquiditeit, kom je gewoon in de problemen. Nee, echt. Ga je gewoon failliet. Ja. Heb jij alles zelf gefinancierd uiteindelijk? Nee. Nee? Ik heb een deel van de FMO, een groot deel van leveranciers. Dan betaal ik wat later. Van voorfinancieren. Ja, het was natuurlijk. Maar kijk, het was wel zo, als ik zei, ik betaal je binnen 14 dagen, dan betaal ik ook niet. Ja, ik moest mijn auto verkopen, ik kon mijn bal schelden. Dat deed ik wel. Dus dat wisten mensen ook wel. En toen had die hele fabriek staan, ja, dan moet je het op gang krijgen. En dat is best wel moeilijk. Want het is een haaitand systeem. Dus dan heb je druk en dan niks. En dan druk en dan niks. Er liggen boten op zee en er zijn boten aan land. Ja. En je moet voorstellen, toen wij die hele grap aan de hand haalden in 2011... toen hebben wij in januari 2011 hebben wij een hele grote show in Bergen gegeven. Waanzinnig, een heel hotel gehuurd, je weet niet wat je zag. En dan kwam je binnen bij een kerstsituatie, bij een huwelijk kwam je aanwezig. En hadden allemaal decoraties voor gemaakt. En die was gemaakt door Frank Haasnoot, de wereldkampioen 2011, van de chef van Dobla. Daar waren we super trots op en die had allemaal helemaal te gekke dingen gemaakt. Dus iedereen vond het te gek. Alle klanten waren daar, jongen. Nou, dat was een show. Echt, ik heb het zelf niet bedacht. Is bedacht door Erik Akerbeet en Peter Loos. Nou, echt fantastisch. Dat was echt geweldig. Ik was zelf ook verbaasd. Afijn, je gaat handel verkopen, moet je voorstellen. Dan heb je echt lef. Dus wij verkochten handel, gaan we in augustus uitleveren en er waren een paar dingen niet aanwezig. A, we hadden geen pand. B, we hadden geen machines. C, we hadden ook geen productie. Dat kan je ook voorstellen. En wij stonden gewoon keihard de boel te verkopen. Nou, dan heb je natuurlijk wel echt een beetje bal in je broek. Want ja, dat doet niemand natuurlijk. Want dat is natuurlijk levensgevaarlijk. Nou, dat hebben we dus toch gedaan. In 2011 hebben we in maart zijn we gaan bouwen. Met heel veel struggles. En daar staat een heel leuk stuk over geschreven in het boek. En in, toen heb ik dat toch in juni 2011... heeft de eerste container verstuurd uit Vietnam. We deden al een maand over een container. Toen ik de token verkocht, deden we 6 containers in de week. Ja, ongelooflijk. Ja, dat zijn natuurlijk ongelooflijke dingen. Mm. Nou, dan krijg je de expansie. Dus ja, de vraag die je stelt, van, hoe is het nou eigenlijk allemaal gegaan? Nou, dat was naar Vietnam. Op een gegeven moment heb je verteld dat Klinkenberg binnenkwam. Toen deden we een omzet van 25 miljoen in 2013. En in 2018 deden we een omzet van 55 miljoen euro. Mm. Dat was, En voor hoeveel verkoop je de tent dan? Of is dat geheim? Dat is geheim. Oh, is geheim. Ik ben nog steeds aan het tellen, zeg ik altijd. Ja, het is wel veel, hè? Dat is veel. Want je staat best hoog in de quote, toch? Ik ben gezakt, geloof ik. Echt? Ja. Het is wezenlijk. Maar op een gegeven moment komt er dus gewoon heel veel geld ook gewoon op jouw bankrekening te staan, hè? Ja. Heb je dat nog fysiek gezien of alleen digitaal? Hoe ziet dat eruit? Er zijn heel veel nullen en zo. Ja. Doet dat ertoe? Ik heb een screenshot, heet dat, heb ik gehad van mijn financiële mensen. Kijk, het gaat natuurlijk als volgt. Je moet eerst de aanleiding zien hoe dat gaat. Hè. Kijk, op een gegeven moment, je bent bezig met dat hele proces. Heb ik gezegd, vanaf 2010 hebben we gezegd, oké, we gaan dan de stap maken naar verkoop ooit. Ja. Dat is ooit.
En toen op een gegeven moment, al die stappen gemaakt en de boel dicht en dit en dat. En in 2017 kreeg een goede vriend van mij, weer van de karting, die krijgt een hersenbloeding. Dat is Randolph Baff. En Randolph, dat is een heel ernstig geworden. En die jongen die zit in een rolstoel, kan niet praten, kan heel veel dingen niet meer. En daar ben ik zo verschrikkelijk van geschrokken. Dat ik denk, jeetje, dat kan ook mij overkomen. Kan iedereen overkomen. We hebben het allemaal over kanker, maar dat is ook een drama. Ja. En toen heb ik gezegd voor mezelf, jongens, ik stop ermee. Dus ik rij in mei 2017 van Enkhuizen naar Lelystad. We rijden naar het rijvaardigheidscentrum in Lelystad. Dat is van Indy, van mijn oudste zoon. En daar vergaderen wij als altijd als committee. Dus er zat Ruud Admiraal en Klinkenberg. En mij persoonlijk, met z'n drieën, meer niet, niemand. En waar we strategisch aan het nadenken. Waar moeten we nou heen? Wat moeten we die token doen? En, en daar een half uur heb gezegd, jongens, ja, ik heb een nieuwtje voor jullie. Ik ga stoppen. Maar hun dachten, hij is een priestkern geweest. Hij heeft een verkeerde uitslag gehad. Nou, dat was gelukkig niet zo. Ja. En toen hebben we banken uitgenomen. Zo gaat zo'n proces. En in feite vertellen ze allemaal hetzelfde. En dan geven ze een suggestie van wat je gaat vangen. Waar ze dan naar kijken is heel simpel van hoe je erop reageert. Want dan denk je, die jongens verkopen heel veel bedrijven. Laat er niet omheen. En die komen gewoon met een map aan bij de grote private equities. En zeggen, joh, ik heb dat te koop. Maar het is allemaal op EBITDA. Ja. En ze die zullen de salaris erop. En dan zo werkt dat. Ja. En doe dat niet ingewikkeld over. Maar je hebt het over een paar honderd miljoen wel, toch? Zeg maar. Sorry? Je hebt het al over een paar honderd miljoen. Zeg maar. Ja, dat is wel geld. Ja. Dat is geld. Dus op een gegeven moment hadden we dus dat bedrag. Ja, toen heb ik gezegd, voor dat bedrag doe ik het niet. Dus het moet nog meer zijn. En voor de rest heb ik nooit gezegd wat ik wilde hebben of hoe wat. En dan is het wel heel apart als je dat op zaterdagochtend een bieding binnenkrijgt. We hebben het in, om het even goed uit te leggen, in 2018 heb ik nog een beurs gehad door de Cava. Ja. En toen heb ik eigenlijk al mijn nieuwe artikelen laten zien. Dat was totaal not Dobla products. Er waren gewoon eigenlijk een donuttoppen, was haar french fries en dat soort artikelen waren er allemaal. Echt fantastisch. Echt voor de fastfood club. Ook Starbucks artikel. De Floating Christmas. Dat werd verkocht in Korea. Afijn een heleboel laten zien. En veel met social media. Daar ben ik helemaal gek van. Dus op een gegeven moment heel veel power erop gezet. Toen hebben we de data room geladen. Dus in februari, maart, april, mei. Dat heb ik aan één persoon medegedeeld. Dus één vrouwtje heeft dat bij mij allemaal ingebracht. Om het helemaal voor elkaar. Dat moest allemaal stiekem gebeuren. Want de rest van de mensen mochten het niet weten. Ik had een slechte ervaring daarmee, maar dat wil ik niet. Nou, fijn. En in Bijen hebben we een teaser uitgebracht. En het waren er 54 kopers. En 7 die hadden heel veel trek. En die zeiden, jongens, wij willen geen veiling. Wij willen gewoon die tent vooraf kopen. Klaar, we hebben gezien. En dat hebben we netjes uitgewerkt. En er is toen Carlyle Erika. Erika was een Italiane. Ja. Maar de grote ondernemer daarachter is Carlyle. Die hebben dat overgenomen. En Erika was een bedrijf van 250 miljoen euro omzet. Maar die maakte ingrediënten, die maakte ook chocola. Dus dat paste mooi bij elkaar. En die hadden niet zo'n groot internationaal netwerk als wat Doble had. Dus dat was eigenlijk wel best wel voor hun heel interessant. Ben jij er meteen uitgegaan? Ja. Ja, ik heb er geen minuut. Ik heb eigenlijk gewoon de pomp gevangen, echt letter gevangen. En ik heb de sleutel overgegeven. Ik heb de sleutel in een Ferrari-doosje gedaan. Het is waar gebeurd. Ik heb een spies gehaald. Ik heb die man gezegd, ik zie de Ferrari in die chocoladeland gekocht. Veel plezier ermee. Ik heb wel aangeboden om, joh, wil je wat weten? Kan je me altijd bellen? Ja. Ik heb nooit meer gehoord. Okay. Maar heb je Ferrari gekocht ook? Nee, die had ik al. Kijk, mijn leven is totaal niet veranderd sinds dat ik dat met geld. Kijk, ik zeg altijd wel het enige verschil. Kijk, vroeger had ik een geleased biefstuk. Ja. Nou, ik een eigen biefstuk, maar ik heb een nieuwtje voor je. Hij ruikt hetzelfde hoor, de pot. Het is net zo erg. Dus dat heeft geen zin. Dus kijk, ik heb er altijd goed voor geleden. Ik heb altijd een prima leven gehad. Ja. Ik heb ook niet naar huis bijgekocht. Of dat zijn mijn dingen niet. Ik ben samen met mijn zoons gewoon leuke dingen aan het doen. Aan het ondernemen. Ja. Wat ga je de komende jaren allemaal doen? Nou, we zijn met webshops bezig, in sport. We hebben een platform voor veilig verkeer in Nederland. Dus zeg maar het verkeersaspect aan te pakken. We hebben een platform in reizen. Nou, dat is op het algemeen niet zo'n groot succes. Maar ik ben van overtuigd, als dat zeker gaat lopen, dat een mega groot succes kan worden.
Ja, en er komen zoveel dingen naar je toe. Dus ja, er zijn zoveel mogelijkheden. Ja. Maar je moet, dan krijg je altijd de vraag, zijn er ook mensen om geld vragen? Nee, eigenlijk niet. Hmm. Want ik ben niet zo makkelijk benaderbaar, want ik was vroeger, ik kom ook niet in voetbal en toestand. Dus je ziet niet veel mensen. Nou, en als jij normaal doet, dan heb je er ook helemaal geen last van. Ja. Maar je blijft toch wel, zeg maar, de pensioen zit er nog niet in, denk ik. Nee, ik denk ik ben wel geteld 1 week thuis geweest en toen begonnen mijn honden te bijten. Maar ik denk, dat moeten we weer wandelen met die idioot. En mijn vrouw die begon echt zagrijnig te kijken. Nou, ja, dat moet je ook niet doen. Ik heb ook helemaal geen. Dat is ook niet mijn ding. Mijn ding is echt dat ik zeg, jongens, ik ga weer dingen ontwikkelen. Kijk, wat we nu met we gaan een kauwgomfabriek beginnen. Vind ik helemaal te gek. Het merk Bambits. Ja, dat is helemaal te gek. Ja, het is helemaal te gek dat merk hebben gekocht. Oh, ja. Samen met mijn zoon. Ja, en dan gaan we een fabriek bouwen. Dus ik heb natuurlijk weten hoe dat moet. Dat is natuurlijk ook weer leuk. En dan, dan krijg ik zo ongelooflijk energie van. En dat is kauwgom zonder plastic. Er zit er plastic in kauwgom? Ja, dat wil je niet weten. Alle kauwgom in de wereld, dat is het grootste ellende. Deze kwartje uit, dat ligt 90 jaar in deze wereld. En deze kauwgom kan je gewoon na 60 dagen, ze hebben 60 tussen 60 en 90 dagen, is het gewoon verteerd. Eet de vis de kauwgom op, hè, dat kan ook. Dan wordt het gewoon poep. Dus er is niks aan de hand. En Bambit is natuurlijk een prachtig oud merk voor de oudere kijkers onder ons. Ja, ja, ja. Die kennen allemaal Bambit. Als je iemand dat weet, dan is je ouder als 38, weet je wel. Ja, precies. Dus er is een helft van Nederlanders die kent het en de andere helft kent het niet. Nog niet. Dat is jeugd. Ja. Nou, en wij denken dat we daar een heel leuk ding mee kunnen maken. Grappig. Ja, en dat, ik wil niet geloven, dat doen we in het oude Doblapand. Dus, dat vind ik, het een deel van het Doblapand is verhuurd aan Loftjok. Dus de oude werknemers van Dobla, die toen gingen stoppen, dat ik de fabriek dichtgooide, die zijn gaan werken bij Loftjok. Niemand is zijn baan kwijtgeraakt. Niemand. Cool. En iedereen blijft daar werken. En iedereen tegen hetzelfde salaris. En ook tegen contracten van onbepaalde tijd. Dat is mijn grootste, dat vind ik zo'n mooie overwinning. Want het is allemaal leuk, een beetje geld meegeven die mensen. Kijk, als je natuurlijk 52 bent en je bent alleen fabriekswerknemer, dan heb je geen kans meer. Ja. Daar had ik heel veel moeite mee. Dat is waarom ik die 7 jaar nodig had. Ja, omdat gewoon, ik wil dat niet op mijn geweten hebben. Ik kan nu gewoon rondrijden en ik wil niet stenen omhoog gooien. Van, kijk, die rat dan rondrijden en ik zit in de shit. Dat wil ik niet. Dus ik heb dat deel als een Loftjok verhuurd. En dat andere deel is vrij. Ja, dat hebben we helemaal, zijn we niet helemaal aan het opknappen. En dan gaat in maart gewoon starten, joh. Ik heb het echt waanzinnig zien. En mijn jongste zoon Milan gaat dat doen. Ja. Een talentvolle gozer en die zit nu bij BDO. En zo ga je dat verder ontwikkelen. Mooi man. Mag ik jou danken? We kunnen nog 6 uur doorpraten. Maar laat ik zo'n kort centraal. Dat zal niet waar zijn. Nee man, we zijn hartstikke lang aan het praten. Man. Ik doe normaal 20 minuten gesprekjes. Oh, ben je niet? Ja, en ik denk dat we dubbel hebben nu zo ongeveer. Jongens, allemaal boek kopen. Ik zal hem er even bij pakken. Even kijken. Dit boek, dames en heren, voor het geval je nog niet genoeg hebt gehad van Arthur Dontje, dan ik heb hem zelf nog niet gelezen. Nou, hier heb je hem. En ik zal je nog even een ander nieuwtje vertellen. Het geld wat mensen betalen, het is 24,95, dan komt nog wat transportkosten op. Ja. Dat al het geld gaat naar de Barry Foundation. De Barry Foundation is een plaatselijke foundation, stichting. Dat is Barry is een vriend van mijn zoon. En Barry is verongelukt in 2010. En wij hebben een heel klein organisatie opgezet. Er zijn 3 lokale mensen. En wij hebben net 30 computers gekocht voor de plaatselijke lagere school. Dus dat soort dingen doen wij met het geld. Dus er gaat niet 1 cent naar mezelf toe. Ook de hele opmaak en de hele boel. Dat is allemaal betaald. Hoeft niemand zich druk over te maken. Alles gaat dus volledig erheen. En we hebben nu bijna 1000 boeken verkocht. Dus dan hebben we 25.000 euro's al bijna elkaar gehaald. Nou, dan kunnen we leuke dingen op doen. Arthur, dankjewel. Graag gedaan. En dankjewel voor het kijken. En wil je meer zien, abonneer je dan op 7D TV. Dankjewel. Hoi.